Hallo en welkom bij een nieuw filmpje voor Prulleke. Ik ben Leonie en sinds 2018 ben ik een onafhankelijke stampin'up demonstratrice. In mijn knutselwerkzaamheden houd ik mij vooral bezig met scrapbooken en memory keeping, omdat ik het ontzettend waardevol vind om de foto's die we gewend zijn om snel eventjes te nemen met onze telefoons ook te verwerken tot een complete herinnering. Met een mooi verhaal erbij, passend papier en leuke embellishments. Op die manier kan ik daar samen met mijn familie en vrienden blijvend van genieten. In het filmpje van vandaag ga ik mijn pagina maken op een stuk prachtig dessinpapier dat je gratis kunt krijgen. Want tot en met 29 februari is het nog Celebration. En dat betekent dat je bij aankopen vanaf 60 euro gratis artikelen mag uitzoeken uit de speciale Celebration brochure. Maar laten we eerst snel eens gaan knutselen. In het filmpje van vandaag wil ik een leuke foto gaan scrapbooken van mijn dochter Pleuny en mij. Deze is genomen toen wij hadden afgesproken om met wat vrienden van ons naar Park Hilaria te gaan. Dus de Eindhovense variant van de kermis. Alleen helaas op het moment dat wij daar aankwamen en we hadden goed en wel al onze vrienden bij elkaar. Toen begon het een partij te regenen. En het hield niet op. Dus ik ben met mijn vrienden naar een Hollandia tent gegaan. Waar ze Hollandse muziek speelden. Wat echt heel erg hard niet mijn genre is. Dat heb ik opgelost met wijn. En Pleunie die zei, ja maar ik heb een regenjas aan. Dus ik kan nog wel gewoon in alle attracties. En nou ja. De vrienden die wilden dat ook. Dus die zijn, zij is met de jeugd toch nog in ritjes gegaan. Ondanks de regen. En ik ben met de volwassenen in de Hollandia tent blijven staan. Ondanks de muziek. Dus ik wil deze foto gaan vastleggen in de scrapbook. Want ik vind het gewoon echt een hele leuke foto van ons samen. Dus ik pak mijn papieren snijmachine. Ik wil deze eigenlijk gewoon deze maat houden. En ik heb uit het zalig zomerspapier dit papier gepakt. En ik denk dat hij namelijk perfect is als ik die regendruppels eraf snij. Om die wolkenachtergrond te hebben. Omdat hij gewoon zo mooi kleurt ook met de pleunieder jas. Dan moet ik alleen eventjes checken welke maat ik ook weer moet hebben. Oké, dus de hoogte moet zijn 21 centimeter. Dus dat komt inderdaad prachtig mooi uit met dit papier. Daar ben ik blij mee. En de breedte moet zijn 15,4. 15,4. Oh. Zo. Ik zat ineens te twijfelen. 15,4. Nou kijk. Daar staan wij toch hartstikke leuk op. Dan wil ik hier een matje om de foto maken van Orchid Oasis kaartkarton. En dan hebben we dit. Oké, dus ik heb hem uitgesneden en aanvankelijk dacht ik van ik ga hem gewoon recht plakken. En nu denk ik, nee, ik ga hem schuin plakken, want ik vind het eigenlijk wel speels. En passend bij, bij die dag waarin het allemaal net anders ging. Een beetje schot, een beetje scheef, maar wel vol liefde. Dus, toen dacht ik, hey, die strook met die druppeltjes, dat is misschien wel leuk om erachter te doen. Dus ik heb een strook gesneden van 6 centimeter hoog. En ik denk dat ik die hier achter wil gaan plaatsen. Je ziet niet heel veel van de regendruppeltjes, maar ik weet dat ze er zijn. Vervolgens ben ik gaan zoeken naar een zak met ephemera. En ephemera zijn gewoon allemaal uitgestanste stukjes van verschillende materialen. En ik wist dat ik deze had. Hij heet Hello Sunshine en hij is uitgegeven door Pink Paisley. En ik moest zoeken op de achterkant of ik ergens een datum kon vinden. 2014. Ja. Dus ik heb dit al 10 jaar in mijn verzameling met spullen. Hier zitten een heleboel regendruppeltjes bij. En ik wist dat ik die had. En ik heb uiteindelijk besloten dat ik die regendruppeltjes helemaal niet wil gaan gebruiken. Maar ik heb wel andere onderdelen uit het pak gekozen. Namelijk. Even kijken hoor. Ik heb hier een tapje met het woord love. En die vond ik wel heel erg leuk. Ik denk dat ik die hier wil gaan plaatsen. Vervolgens had ik er nog eentje, een kleinere, gevonden. Met smile. En dat vond ik dan ook wel weer heel erg leuk. Ik had aanvankelijk een dingetje met You Make Me Happy When Skies Are Grey. Maar uiteindelijk heb ik toch tegen gekozen. Ik vond hem niet leuk genoeg. Ik heb wel wolkjes gevonden. Die vond ik leuk.
En een You Are My Sunshine spreukje. Want Pleunie is mijn zonnestraaltje. En toch vond ik het leuk om er ook om de regen te accentueren een parapluutje bij te doen. Ik had nog een randje gevonden. Die leek me wel ook leuk. Ergens er onder of tussen te. Weet ik nog niet helemaal exact zeker. Misschien nog onder die paarse laag. En ik had nog een van de plastic elementjes. Een fototoestelletje. En die vond ik dan wel weer leuk bij de smile. En toen dacht ik, ja, maar ik heb nog een titel nodig. Dus als ik dit nou ietsje pietje fietsje verder naar beneden plaats. Dan heb ik boven nog wat ruimte. Want toen dacht ik, de kleur die ik van tevoren in mijn schets. Mijn schets was nog niet heel ver gekomen hoor. Bedacht had om eventueel toe te voegen was copper clay. Want ik vond dat die kleur mooi paste bij mijn trui. Zie, dus. Hoewel mijn trui eigenlijk gewoon hartstikke geel is. Maar in de foto vond ik copper clay er mooi bij past. Dus denk, als ik dat nou gebruik als accentkleur. Voor mijn titel bijvoorbeeld. En toen heb ik vervolgens een oude Sansa set gepakt. Uit mijn voorraadje. Met alfabetten. Daar ga ik natuurlijk nooit afscheid van nemen. Hè? Als ze een beetje leuk zijn dan houden we ze. Playful Alphabet Dies heette deze. Dus daar heb ik mijn tekst uitgesneden uit copperclay cardstock, behandeld met een lijmlaag. En nou hoop ik dat het past, want ik heb het eigenlijk nog niet nagemeten of dat het wel past. Dus mijn meisje. Mijn meisje. Die vind ik wel leuk als titel erbij. Ik zit te denken dat ik misschien mijn laagje schuin wil. Maar de foto zo recht als ik kan. Zodat mijn titel ook zo recht als ik kan maken. Even kijken hoe hoog dat ik hem kan plaatsen. Zonder dat ik rare ruimtes hou. En dat het toch nog leesbaar is. Leesbaar is wel heel belangrijk in een titel. Dat je kan lezen wat er staat. Ik denk dat ik het woord meisje zo ver mogelijk naar rechts moet doen. Des te lager kan het woord mijn, want die J is natuurlijk lager, langer. Nee, ik denk dat het mooier is als hij gewoon gecentreerd is. Mijn meisje. Maar dan moet ik nog wel iets bedenken waarmee ik dus die kleur ook weer terug hier naar beneden. Dan had ik aanvankelijk een hartje die cut dingetje. Dus ik denk dat ik wel opnieuw een hartje kan stansen uit die kleur. En dat is misschien eigenlijk al een hele goede oplossing. Even kijken. Oké, okay, dus ik heb uit de Warm Welcome set. Dus ook een set die inmiddels retired is. Dus niet meer in het assortiment is. Dit hartje gebruikt. En die heb ik nou daar geplaatst. Dus ik heb een klein beetje geschoven met de dingetjes. Nou vind ik dit nog een lege ruimte. Dus uit het designpapier heb ik een wolk gesneden. Geknipt. Niet gesneden. Geknipt. En als ik die hier plaats, dan heb ik en dat het leuk gevuld is, de ruimte. Passend binnen het thema. En ik zou er zelfs eventueel nog wat woordjes op kwijt kunnen. Als ik besluit dat ik hier toch nog iets over wil journalen. Dus ik denk dat het zo goed is. Dus ik ga de boel opplakken. En dan kom ik zo bij je terug om te laten zien hoe het dan geworden is. Dus tot zo. Zo. Nou wil ik tot slot toch nog een paar dotjes toevoegen. Nou heb ik nog de 2023-2025 in color dots. Rondjes in kleur. In color 2022-2023. Hij heeft rondjes gewoon in het Nederlands. En ik wilde een blauwe hier op het hartje doen. Niet naast het hartje, op het hartje doen. Om het blauw uit mijn jas weer op te halen. En dit is dus diezelfde copper clay kleur. Dus daar wilde ik misschien hierboven of hier nog kijken wat ik kan bedenken.
Ik denk dat ik het zo laat. Ik ga stoppen voor ik doordraaf met embellishments. Dat wil ik ooit nog wel eens. Net een beetje te ver doorgaan. Ik denk dat het zo prima is. Ik denk dat hij zo goed is. You are my sunshine. Een foto van Pleunie en mij. Tijdens Parkjelaria. Ik vind dit zo'n leuke foto van Pleunie en mij. En ik ben echt blij dat hij nou mooi vastgelegd gaat zijn in mijn mini-album. Wil jij nou zelf ook creatief aan de slag? Maar heb je daar nog spulletjes bij nodig? Dan is het fijn om te weten dat ik een onafhankelijke Stampin' Up! Demonstratrice ben. En ik kan jou helpen met je bestelling. Dus je kan hem of plaatsen via de webshop. Daarvoor vind je hieronder in de omschrijving een link. En je vindt daarbij ook de gastvrouwcode voor deze maand. Die kan je gebruiken bij al je bestellingen tot €200. Maar weet dat wanneer jij online bestelt via de webshop met die gastvrouwcode en je besteedt minimaal €50, je dan aan het einde van de aan het begin van een nieuwe maand een kleinigheidje krijgt van mij als dank dat je mij had gekozen als jouw demonstratrice. Je kan natuurlijk ook je bestelling doorgeven per e-mail aan leonie@prulleke.nl. En op die manier kan je bijvoorbeeld meedoen met een verzamelbestelling. Je weet dan ook zeker dat ik alles nog eventjes met je door kan nemen. Eventueel kan controleren of je niks bent vergeten of dubbel besteld hebt. En ik kan je van advies voorzien als je daar behoefte aan hebt. Ik hoop dat je dit een leuk filmpje vond. Vergeet niet om een duimpje omhoog te geven. En laat vooral ook een comment voor me achter. En als je dat nog niet gedaan hebt, abonneer je vooral op mijn kanaal. Want elke dinsdag en vrijdag ben ik hier op YouTube te zien met een nieuw stukje informatie of inspiratie. Dat was hem weer voor nu. Voor degene die het vieren, hele fijne Valentijnsdag morgen. En anders tot vrijdag. Doei doei!